Waarom zou je als zwangere vrouw laten vaccineren? Er zijn het afgelopen jaar toch steeds meer aanwijzingen gekomen, zowel in het buitenland als in het binnenland, dat een COVID-19-infectie in de zwangerschap toch ernstiger kan verlopen dan buiten de zwangerschap. Je hebt meer kans om, als je COVID-19 in de zwangerschap hebt, op een ernstige of kritieke COVID-infectie. De kans is nog steeds klein, maar vergeleken met niet-zwangere vrouwen is die toch hoger. Is er in het onderzoek rondom vaccineren ook rekening gehouden met zwangere vrouwen? Is deze groep bijvoorbeeld meegenomen? Nee, die zijn niet meegenomen in de testgroepen. Er zijn wel een paar vrouwen die later zwanger bleken te zijn en bij wie geen gevolgen waren. Maar goed, dat zijn maar kleine aantallen. Is er nog een verschil qua advies voor het vaccineren van zwangere vrouwen of je in de zorg werkt of niet in de zorg werkt? Ja, als je in de zorg werkt en je daar de verhoogde kans hebt op contact met COVID-19 patiënten en dus zelf een COVID-19 infectie te krijgen, is het advies om wel te laten vaccineren. Mag je gevaccineerd worden als je borstvoeding geeft? Ja, daar kunnen we eenduidig over zijn. Het vaccin komt niet in de moedermelk terecht, dus dat is gewoon veilig. Oké. En beschermt het vaccin ook de baby bij een zwangere vrouw? Zeer waarschijnlijk wel. Als het vaccin bij de moeder antistofvorming teweeg brengt en die antistoffen komen ook bij het kind terecht, dan zou dat het kind ook beschermen. Maar ja, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen of dat echt zo is, maar het is wel aannemelijk dat dat zo is. Heeft het vaccin invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen? Zeer waarschijnlijk niet. Op theoretische gronden kan je ook niet bedenken waarom dat schadelijk zou kunnen zijn, ook indachtig andere vaccinaties. Toch, omdat er geen volledige zekerheid is, is nu het advies om de kinderwens uit te stellen tot 2 maanden na de vaccinatie. Maar mocht je toch zwanger geworden zijn in die periode, dan is dat niet iets om je zorgen over te maken. Die kans op problemen lijken daar niet te zijn. Oké, dat advies dat gaat voor alleen vrouwen op of ook voor mannen? Voor beide. Maar zeker bij de mannen kan je er nog minder bij voorstellen. Ja. Dat dat schadelijk zou kunnen zijn. Waarom zou je als jong persoon laten vaccineren, terwijl je nog niet weet precies wat de effecten zullen zijn op de lange termijn? En jezelf heel jong bent en de kans klein is dat je heel erg ziek wordt van COVID. Ja, de kans is klein dat je heel erg ziek wordt, maar niet nul. En daarbij komt ook nog dat COVID-19 langdurige effecten zou kunnen hebben. Sommigen hebben maanden daar nog klachten van. En als je dan hebt over een vaccin, bijwerking van een vaccin, zijn eigenlijk altijd korte termijn effecten. Er zijn geen lange termijn effecten bekend. Hè? Korte termijn effecten zijn bekend. Spierpijn, koorts, hoofdpijn, soms een allergische reactie. Maar dat zijn allemaal korte termijn effecten binnen enkele weken. En het vaccin zelf is binnen een paar dagen uit je lichaam verdwenen. Dus er kunnen geen lange termijn effecten van zijn. Dus ik ben nog jong en ik heb een kinderwens in de toekomst. Dan is het volkomen veilig om het vaccin te nemen. Heeft daar geen invloed op? Klopt. Vaccins zijn heel veilig, ook voor een langere termijn.